Wat is het thema van vandaag? Ja, vandaag gaan we het over innovatie hebben, maar ook echt innovatie vanuit een branche, hè? Unica. Stefan gaat wat vertellen over hoe zij tegen innovatie aankijken, waar ze mee bezig zijn. Maar vooruit vanuit de IT, hè? Dat merkt hij ook, dat IT daar een hele belangrijke rol in speelt. Dus dat gaan we vandaag horen van. Ik heb 14 jaar binnen Unica IT Solutions gewerkt. Dat is een ICT-afdeling van Unica. Unica is een landelijk technisch dienstverlener. En ik ga vanavond de mensen meenemen in hoe ik eigenlijk van de ICT de technisch dienstverlening ingegleden ben. En onverwachts dicht bij elkaar liggen die twee werelden. De mensen te laten zien hoe je vanuit IT bepaalde businessen totaal kan transformeren. En ja, hoe je de wereld op zijn kop gaat zetten. Nou hebben jullie deze Cloud Lunch al 6 keer georganiseerd dit jaar. Hoe kijken jullie daarop terug? Ja, super gaaf. Ik kijk echt met heel plezier terug. Het is begonnen als een grap eigenlijk. En als ik nu kijk waar we staan, hebben we gewoon elke keer gewoon 60, 70 mensen op de Cloud Lunch. En vandaag dan een winteravond barbecue. Ja. En gewoon super gaaf wat we bereikt hebben in een relatief korte tijd. Nou, de eerste keer was een cloud boottocht, de tweede keer was inderdaad een lunch en nu is het een cloud barbecue. En iedere keer is het een zeer leuk event om mee te maken, omdat je wat je hier tegenkomt zijn peers die allemaal werken in de cloud. Innovatieve mensen, innovatieve ondernemers, klanten, relaties en wij zijn erg trots om daar partner en sponsor van te mogen zijn. Wat staat er te rol voor het komend jaar? Ja, we hebben weer een aantal lunches gepland staan. Ik moet je zeggen, ik weet niet eens hoeveel, maar een stuk of 9 met een aantal thema's ook weer. Maar het begint met de nieuwjaarslunch. En ik moet zeggen, de sponsoren melden zich vanzelf al aan. 2020 wordt een prachtig jaar voor de Cloud Lunch. Jullie sponsoren deze editie van de Cloud Lunch. Waarom doen jullie dat? Sowieso omdat dit een hele leuke gelegenheid is om informeel met elkaar te praten over wat ons alle beweegt in de markt. Er zijn hier veel IT-dienstverleners, veel managed service providers. Dat is de markt waar wij ons uitsluitend op richten. We zijn een nieuwe onderneming die inmiddels 6 maanden bezig is. En wat wij doen is voor deze partijen die hier allemaal op deze Cloud Lunch aanwezig zijn, dat wij hun helpen en kunnen helpen om hun gebroken data, billing data vanuit de cloud oplossingen inzichtelijk te maken, transparant te maken. Om te zorgen dat ze daar goede facturatie richting mijn klant kunnen krijgen, aan de ene kant, maar aan de andere kant. Ga je niet iets presenteren? Nee, ja, ik mag een pitch doen, 2 minuten pitch. Misschien duurt dit net even iets langer, dus ik heb nu mooi even kunnen oefenen. Op 9 april doen we mee als Cloud Lunch met het event van Dutch IT Channel. Waarbij we over cloud gaan praten en we eigenlijk in het centraal in het middags middags een Cloud Lunch hebben. En wij dus ook onze bijdrage daarin leveren.